blijven er maar mee doorgaan. Ja, en iedere keer horen wij hetzelfde. Hè? Iedere keer is het ja echt, de staatssteun is eenmalig. De regering zal niet bij voortduring instaan voor omvangrijke financiële tegenslagen bij de KLM. Dit is trouwens niet die van deze week, dit is al van eerder. Ja. Dit is namelijk uit 1949. Ja. Toen pompten we er al geld in. En 49 was niet de eerste keer. Hè? De KLM die werd opgericht in 1919. En toen meteen al moest de overheid bijspringen. Al bij de geboorte was het dus duidelijk dat het niks ging worden. Ja. Het lijkt de baby van Thierry Baudet wel. Ja. En toen dus in 21 en in 22 en in 57, in 61 en in 75 eenmalige steun. Zonder staatssteun was de KLM al zo'n 10 keer failliet gegaan. Waarom stoppen we niet met al die nutteloze investeringen? Voor het publiek belang. Hè, dat zijn